vond het een hele inspirerende middag, Sabine. Over een heel actueel onderwerp voor ons, waar wij denken ook de komende jaren echt het verschil mee te maken. Met sociale innovatie. Heel inspirerend. Ook de spreker Henk Volber daar, dat was een eye-opener. We hebben ook problemen mee met, je hebt een mooi product. Het bedrijf wil innovatief het product omarmen, maar dan krijg je het volgende stap, de implementatie. En dat was ook duidelijk ook aan de orde vandaag, dat het een stukje is wat veel bedrijven nog goed moeten ontwikkelen. Om ook een innovatie te accepteren en ook dat het hele bedrijf erachter staat. Van management tot en met de laatste man, dat zij graag het proces willen verbeteren. Ik vond het een heel inspirerende middag. Ik gaf natuurlijk in mijn presentatie aan dat de bouw niet de meest innovatieve en dynamische sector is, als je het vergelijkt met andere sectoren. Maar ik zie hier toch wel fantastische initiatieven. Nou, we zijn hier bij Heembouw. Ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is van een bouwbedrijf dat laat zien dat je wel kunt innoveren als je maar investeert in je mensen. En ik had net even een gesprek met Van der Vorm, een prachtig bedrijf wat echt probeert te investeren in mensen en juist probeert een passie voor vernieuwing te creëren binnen de genen van een bedrijf. En als iedereen dat in zich draagt, dan zie je ook dat er heel veel mogelijk is in de bouw. Dus aan de ene kant maak ik me zorgen over de bouw, want er gebeuren zoveel veranderingen als het gaat om nieuwe technologieën en hoe internaliseer je het. Aan de andere kant denk ik dat er ook heel veel kansen zijn, maar dan zul je het wel anders moeten doen. Daan, wat vond je ervan vanmiddag? Sabine, ik vond het een geweldig leuke middag. Er was vanmiddag veel energie en een paar hele leuke nieuwe dingen. Dus ik heb echt genoten. Dus supermiddag. Ik heb genoten. Punt. Het was gewoon een geweldig leuke bijeenkomst. Er was heel veel energie. Ik heb echt mijn eigen suf genoten van Henk Volberda. Wat een geweldig goed verhaal. En ik ben lid geworden. Dus het is gelukt. En ik moedig dit absoluut aan. Dit hebben we nodig, vind ik wel.